Dames en heren. Ja, de laatste mensen zoeken nog even een plekje. Van harte welkom vanmiddag. Studium Generale bijeenkomst over tiny houses, new materials. Ik zou eigenlijk deze bijeenkomst een ondertitel willen geven. Namelijk de zegeningen van de crisis. Als we het hebben over de economische crisis in Nederland, dan zijn we altijd zo zorgelijk. Want het gaat altijd minder en bedrijven vallen om en het kan niet meer zoals vroeger. En ik zou vanmiddag eigenlijk een totaal andere sfeer willen creëren daaromheen. Namelijk dankzij de crisis kan het niet meer zoals voorheen en gebeurt het niet meer zoals voorheen. En zien we opeens creativiteit en zien we allerlei nieuwe oplossingen, zien we nieuwe concepten ontstaan, nieuwe materialen, nieuwe woonvormen. En thank God dat het eindelijk zover is dat we even buiten de geëikte paden durven te denken. Dat we even gewoon wat andere concepten gewoon durven te bedenken. Dus ik ben heel blij dat we het daar vanmiddag over gaan hebben. Mijn naam is Theo de Bruin. Ik werk in dit huis. Ik ben lector duurzame leefomgeving. Zelfbestuurskundige. Dus ik weet eigenlijk van de inhoud bijzonder weinig. Maar ik schijn leuk te kunnen kletsen. Dus vandaar dat ik was gevraagd om deze bijeenkomst te modereren. Aan elkaar te praten. Ik zal proberen om dat niet al te veel te doen. Want we hebben ontzettend veel input vanmiddag. We hebben 4 sprekers vanmiddag. En we willen nog het gesprek aan met jullie. Dus we hebben enigszins haast. Als ik zeg trouwens bijeenkomst van Studium Generale, dan doe ik een hoop mensen en een hoop organisaties onrecht. En dat moet ik niet doen. Dus laat ik even zeggen dat dit programma ook mede dankzij de Academie Business Building and Technology tot stand is gekomen. Het FabLab in Enschede, het Stadslab in Deventer, de Stichting Pioniering en het Lectoraat Innovatieve Technologie in de Bouw. Nou, daar gaan we ook nog van horen. Al die organisaties die hebben de handen in elkaar geslagen om vanmiddag echt een wilde, een rijkheid aan verschillende ontwikkelingen aan jullie te tonen. Maar voordat we gaan horen van hen, wil ik eigenlijk iets van jullie weten. Ik wil van jullie weten hoeveel geld, welk percentage jullie eigenlijk besteden aan huisvesting. Wie besteedt er minder dan 20% van zijn of haar inkomen aan huisvesting? Ah, dat is... Ik denk dat ik niet hoef te vragen waar de rest van het geld naar opgaat. Dat is overigens wel opmerkelijk. Dat is best een flink aantal vingers wat ik omhoog zag gaan voor een relatief heel laag percentage. Wie besteedt er van jullie tussen de 20% en 40% ongeveer? Dat zijn toch ook nog wel een aantal mensen. Wie van jullie besteedt meer dan de helft van zijn of haar inkomen aan huisvesting? Dat zijn er toch ook nog wel een aantal. Dat is wel opmerkelijk veel. Wie weet wat het gemiddelde percentage is wat Nederlanders besteden aan huisvesting? Ik loop dan even naar degene die dat ongetwijfeld weet. Saskia, heb jij een idee hoeveel... Jij zei in de aanloop hier naartoe dat in Amerika het percentage 42% was. 72. 72%. Dat is gigantisch. Ik denk dat in Nederland, zeg ik uit mijn hoofd, tenzij iemand het exacte percentage... Weet iemand het exacte percentage? Is dat een gok, 46, of is dat een gebaseerd op... Oké, 46%. Dus iets minder dan de helft van ons inkomen besteden we aan onze huisvesting. Dat is dus best een fors bedrag. Dus de helft van wat we verdienen, dat besteden we aan huisvesting. En die huisvesting die is eigenlijk sinds jaar en dag tamelijk traditioneel. We hebben bouwbesluiten, we leggen precies vast waaraan woningen moeten voldoen. En dat resulteert erin dat we een fors deel van ons inkomen daaraan besteden. Ik denk dat we vanmiddag gaan kijken of dat ook op een andere manier kan. Of we hele andere manieren van huisvesting kunnen bedenken, die misschien goedkoper zijn, die misschien flexibeler zijn, die misschien spannender zijn, maar misschien ook wel nadelen hebben. Want het lijkt me goed voor vanmiddag dat we niet alleen maar de voordelen gaan bespreken en gaan bewieroken welke
grote kansen alle tiny houses en new materials bieden, maar dat we ook proberen met elkaar daar wat kritisch naar te kijken. Dat we ook proberen uit te vinden wanneer en waarom het eigenlijk kunstig is. Nou, met die uitdaging die ik eigenlijk ook aan de sprekers doe, zou ik eigenlijk onze eerste spreekster naar voren willen halen. Christel van de Kraats, Fab City Campus, een grootse manifestatie in Amsterdam. Daar hebben we vanuit Saxion ook nog een kleine bijdrage aan geleverd. Er zijn wat studenten die hebben daar ook aan bijgedragen. Kun jij ons komen vertellen wat Fab City precies is, was? En ja, dat is dus de uitnodiging om het te komen vertellen. Dus kom ons vertellen wat het is, wat het was en vooral ook wat het heeft opgeleverd. Okay. Dames en heren, Christel. Dag allemaal. Ja, net al gezegd, mijn naam is Christel van de Kraats. En ik werk momenteel bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam als programmamaker. Pakhuis is een platform voor stedelijke ontwikkeling en de creatieve industrie in Amsterdam. En dat ziet er ongeveer zo uit. We zitten aan de Piet Heinkade. En bij ons komen dagelijks vele mensen over de vloer om te praten over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Van korte voedselketens tot aan gebiedsaanwikkeling tot aan zorg. En voor wie het niet kent, maar wel eens tegenlicht kijkt, aan het einde is er altijd een oproep. Kom naar Pakhuis de Zwijger en praat met ons verder. En nou ja, dat doen we natuurlijk niet alleen, maar in samenwerking met heel veel partners zoals Waternet, de Youth Food Movement, de Volkskrant, Trouw en ga zo maar door. Dus allereerst ook een invitatie. Ik sta nu hier om zeer zeker ook een keer de stap naar Amsterdam te wagen en bij ons op bezoek te komen. Maar goed, de reden dat ik hier ben is eigenlijk om over Fab City te praten. Dat is echt de functie die ik hiervoor had bij Pakhuis. Ongeveer een jaar geleden werd ik daarvoor gevraagd. En om totaal iets anders dan het organiseren van discussies uiteraard. Namelijk het opzetten van een fysieke campus. En dat moest allemaal daar gaan plaatsvinden op de kop van het Java-eiland. Een plek waar creativiteit, ontwerpkracht en innovatie samenkomen en er op cross-disciplinaire wijze naar stedelijke vraagstukken gekeken wordt. Nou ja, dat leek me natuurlijk wel wat, heel erg leuk. En het moest een project worden waarbij heel veel partijen aan meedoen. Dus kennisinstellingen, net werd al even gezegd, Saxion, maar ook de Hogeschool van Amsterdam, de TU Delft, de RU Wageningen. Maar ook start-ups zoals Metabolic, die allemaal naar circulaire vraagstukken kijken. Finch Buildings, die bezig zijn met een modulaire manier van bouwen. Maar ook gevestigde partijen zoals de BAM, de ABN AMRO. Kunstenaars, ontwerpers, zoals Joris Laarman. Maar ook Waternet, Alliander, Nuon. Noem maar op. En door het middel van een campus zouden wij met makerspaces, installaties in het klein een aanzet willen geven om te laten zien wat er in de toekomst allemaal mogelijk is. En dat vond allemaal plaats in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU. Dat in de eerste helft van 2016 in Amsterdam op het marineterrein en in het scheepvaartmuseum gehouden werd. Ik praat een beetje hard allicht, of niet? Zo beter? Yes? Oké. Even kijken, waar was ik? En wij kregen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht om dit half jaar als Pakhuis, maar ook nog een aantal andere partijen, een cultureel programma neer te zetten. Maar niet, wij hadden zelf, dat werd Europe by People, wat je hier ook ziet staan. Dat was eigenlijk de noemer waar het allemaal onder omviel. En de achterliggende gedachte was dat, nou ja, we wilden naar het Europa van de toekomst kijken, maar juist ook vanuit een mensenperspectief. En vanuit de gedachte dat de stad zelf door mensen gemaakt wordt. En wij formuleerden zelf ook de ambitie om er niet alleen een cultuurprogramma van te maken, maar juist ook het verder te trekken in de richting van design en maatschappelijke vraagstukken. En nou ja, Fab City, zo werd het later gedoopt, werd hier onderdeel van. Dus hier de kop van het Java-eiland. Dat is in het midden van de stad Amsterdam gesitueerd. Het is een heel gek stukje braakliggend terrein. Voor wie Amsterdam kent, het ligt vlakbij Centraal Station in het IJ. Ja, af en toe vindt er een housefestival plaats waar vooral de buurt heel veel overlast van heeft. En volgens mij is het nog de ambitie van de stad Amsterdam om hier in de nabije jaren een keer een soort van Guggenheim-museum neer te zetten. Ja, ja. Maar goed, na veel brainstormen kwamen wij op het idee dat de
campus een tijdelijke Fab City moest worden. En nu heb ik die term al zo vaak gezegd en vraag je waarschijnlijk af, wat is dat dan in Godesnaam? Nou, volgens cijfers van de VN is het zo dat in 2050 meer dan 75% van de menselijke populatie wereldwijd in steden zal wonen. En in het huidige tijdperk opereren heel veel van die steden nog op een lineair model. Wat betekent dat de meeste producten geïmporteerd worden en wat weer tot afvalproductie leidt. En het gedachtegoed van de Fab City, het is meer een soort van denktank, die nauw verbonden is aan ook de FabLab-netwerken die er overal ter wereld zijn, gaat uit van een nieuwe manier van naar steden kijken. In dit model moeten steden meer zelfvoorzienend worden. En in dit ideale model van een Fab City wordt de lokale potentie van een stad op het gebied van materiaal, kennis en techniek optimaal benut en zijn steden ook lokaal productief. En op globaal niveau zijn ze dan weer in netwerken met elkaar verbonden en wordt dan informatie uitgewisseld over hoe dingen gemaakt kunnen worden. Nou, zoals je begrijpt speelt technologie ook een cruciale rol in de distributie van data en informatie. En dat sluit eigenlijk al heel erg goed aan bij wat de FabLabs nu ook al doen, zoals bijvoorbeeld in Enschede. Ze zetten digitale technologie in om fysieke objecten te produceren en de informatie is veelal ook open source toegankelijk. En daarin gaat de Fab City eigenlijk uit van dezelfde idealen als een FabLab. Namelijk dezelfde cultuur, de verbondenheid en de creativiteit die daarmee gepaard gaat. Maar het schaart het vervolgens op naar het niveau van de stad en de stedelijke ontwikkeling. En in een Fab City worden ze het meeste lokaal gemaakt en worden materialen weer gerecycled. En het afgelopen jaren hebben onder de noemer van Fab City verschillende steden zich ook al bij dit netwerk aangesloten en uitgesproken dat ze volgens mij in 2054 meer zelfvoorzienend willen worden. En Amsterdam zit er al bij en ik hoorde iets borrelen dat Enschede ook zoiets wil worden in de nabije toekomst. Maar goed, dit inspireerde ons na een aantal ontmoetingen met mensen die hier al mee bezig waren om op die kop van het Java-eiland een Fab City in het klein te maken. Met als doel om met als doel om als Living Lab en grote makerspace verschillende innovaties fysiek en visueel tastbaar te maken voor een divers publiek. Dus van hoogwaardigheidsbekleders tot beleidsmakers tot studenten tot schoolkinderen, noem maar op. En in dit geval niet de buurt als leidend voorwerp, maar vooral met en voor de buurt dit ook neerzetten. Dus in aanloop hiernaartoe organiseerden we allerlei meetups om ook juist mensen mee te krijgen en er echt een joint effort van te maken. En alvast aan die community te bouwen die daar dan moest komen. Nou, dan even nu gewoon wat plaatjes over wat dat dan was. Zo zag het er toen in april uit, toen eigenlijk alles stond. Ik kan het best eventjes denk ik gewoon verder. Op Fab City was vanaf april tot en met juni 2016 dus van alles te zien en te beleven. En het merendeel daarvan, van die dingen die te zien waren, richtte zich op de zelfvoorzienende stad. Zo waren er verschillende makerspaces met onder andere een 3D betonprinter van de BAM. En ze zijn nu bezig met die innovatie om met beton te gaan printen. Dat lijkt me voor jullie ook zeer interessant. En uiteindelijk moet dat op de Zuidas van Amsterdam een pand opleveren. En een ander voorbeeld van wat je daar kon zien. Dit zijn trouwens studenten van de Academie van Bouwkunst. Die daar met de baksteen als onderwerp gekozen hadden om mee te gaan innoveren. Met allerlei vormen te experimenteren. En dat stelden ze tentoon op de Fab City. En daarachter zie je, er wordt gebouwd aan een kunstwerk. Dat heet de True Talker. En de True Talker die bestaat uit bakstenen die totaal van restmateriaal gemaakt zijn. En in dit geval zijn ze gemaakt van verpulverde wc-potten. Dus dat is nog eens een nieuw materiaal. En in Rotterdam staat inmiddels een heel huis van deze bakstenen. Maar zo was er ook in een van de loodsen een vrachtwagen te zien waarop van gerecycled karton een wikkelhuis gemaakt wordt. Dat is een tiny house. Ik heb er zo nog een afbeelding van. En een student van de TU Delft die bouwde van allerlei restmaterialen, onder andere van de bibliotheek, zijn eigen tijdelijke huis.
En studenten van de UvA, van Future Planet Studies, die, nou ja, in Amsterdam is het helaas iets lastiger om een kamer te krijgen en is het best wel een groot probleem aan het worden. Die hadden bedacht van, nou, waarom bouwen we het niet zelf? En hebben we niet een mobiel huis wat we overal op braakliggend terrein kunnen neerleggen? En zij bouwden een zelfvoorzienende tiny house die zij de Tiny Tim doopten. Nou goed, onze ambitie was zelf ook om zelfvoorzienend te worden, maar ja, dat bleek toch in de praktijk best wel lastig als je kijkt naar tijd, geld, energie die dat allemaal kost. Dus we moesten een beetje, nou ja, pick your darlings, hè. Zo hadden we, hier, dit is de wikkelhuis, zoals die eruit komt. Dat is één element. En hier zie je de vrachtwagen, je kan hem niet helemaal volledig zien. Waarop het gerold wordt. En dan uiteindelijk wordt het geperst en met een soort van regenjasje waterdicht gemaakt. En kan het gewoon volgens mij minimaal 25 jaar staan. Nog 2 minuten. Oké. Nog een ander leuk iets. En zo kan je het dan gebruiken. En dit is de betonprinter van de BAM. We hadden ook allerlei loodsen waar bijvoorbeeld plastic vermalen werd en er weer nieuwe producten van gemaakt werden. Maar goed. Studenten, maar ook kinderen vormden eigenlijk die hele periode het hart van de campus. Met onder andere Saxion, met andere kennisinstellingen. Was het idee om studenten in totaal multidisciplinaire teams, dus zowel kunsten, bouwkunde, technische opleidingen, sociale wetenschappen, noem maar op, in groepen aan grote stedelijke vraagstukken te werken. Wel gekoppeld aan een plek in de stad Amsterdam. Eigenlijk vergelijkbaar wat jullie hier ook met de stadslabs doen. En studenten werden dan uitgedaagd om naar zelfvoorzienendheid te kijken. In de meeste brede zin van het woord. Dat was achteraf misschien een beetje een naïeve ambitie. Want onderwijstechnisch is het helemaal niet zo makkelijk om allerlei studenten in groepjes te mixen. Totaal gefrustreerd was ik en heel onmogelijk. Maar goed, het is wel gelukt om verschillende disciplines te laten samenwerken. En onder andere in Amsterdam-Noord hebben studenten aan van restmaterialen een soort van eiland gebouwd waarmee ze kinderen uit de buurt nu laten zien hoe de circulaire economie in de meest simpele vorm werkt. Maar we hebben ook studenten van de TU Delft en Wageningen die de voedselketen rondom de Amsterdam Arena in kaart hebben gebracht. En oplossingen verzonnen hebben om deze ook te verduurzamen. Met de arena daarin als aanjager en ook als potentieel een grote schaal om mensen te informeren. En tot slot, ik heb eigenlijk nog een paar dingen. Mag ik nog eventjes of niet? Dan skip ik iets. Maar goed, ik zit inderdaad al ruim in de tijd. We hebben niet de illusie gehad dat de Fab City de wereld gaat veranderen. Want dat gaat het gewoon niet. Het is vooral een plek geweest om in het klein te experimenteren. En dingen, dus mensen te laten beleven. Iets anders dan er alleen maar over praten. Maar we hebben wel allerlei partijen bij elkaar gebracht. En dat zijn we nog steeds aan het doen. En we hopen wel dat die ontwikkelingen en samenwerkingen processen versnellen. En hopelijk weer tot nieuwe initiatieven leiden. En dat is ook wat wij nu zien. Dat een aantal participanten, onder andere, dat zegt u nog niet zoveel, Cyclespace en Finch Building. Die gaan op de Zuidas, gaan ze ook in het klein hiermee verder. Om mensen te betrekken bij bepaalde ontwikkelingen. We gaan zelf met de OBA, de HVA, maakplaatsen in de stad maken. Om het wat breder uit te rollen. En wat ook heel goed bevallen is om schoolkinderen hier naartoe te halen en ze te laten leren over duurzaamheid, zelfvoorzienendheid, tiny houses, noem maar op. En daar gaan we ook mee verder met een project. Nou, in het kort was dit mijn verhaal. Ik heb heel snel gepraat, heb ik het idee. Christel, dankjewel. Je hebt er al die maanden vast gewoon ook rondgelopen en al die dingen gezien. Oh ja, ik heb daar een soort van gewoond, dus exact. Waar werd je nou zelf het allerblijste van wat je daar hebt gezien en meegemaakt? Gewoon omdat ik was met name betrokken bij het studentenprogramma en in het begin bij de curering van het geheel. Ja, ik werd heel erg blij om te zien hoe. Ja, toch studenten vinden het heel erg fijn om iets in de praktijk te kunnen brengen. Hè? Alle theorie die ze opdoen. En ik denk dat dat in het studentenprogramma het geval was waar ze echt met bewoners moesten praten, met bedrijven. En dat ze vooral heel veel professionele ervaring opdeden waar ze denk ik nog heel veel aan hebben. Dus daar werd ik zelf heel blij van. Ja. Is er een dringende vraag die niet kan wachten tot de discussie aan Christel? Is iedereen helder wat Fab City was?
Achterin. Ik zie een vraag, ja. Nee, ik heb er een soort van, hoe zeg je dat? Figuurlijk gesproken gewoond. Maar er hebben wel mensen gewoond, inderdaad. Een aantal tiny houses, die de Tiny Tim Finch Building, hebben mensen echt daar mogen wonen. Dat hebben we kunnen regelen, ja. Dus. Nou, dankjewel Christel voor de insight die je hebt gegeven in Fab City. Valt vast nog veel meer over te vertellen, maar dat tappen we dan af in de discussie. Ik stel voor dat we naar onze tweede spreekster gaan. Dat is Lena van der Wal. Tiny houses in Nederland. Dus nu gaan we echt gewoon helemaal de tiny houses in. En praat ons bij, want misschien hebben we wel allemaal een heel naïef idee over wat een tiny house is. Ja. En kan jij gewoon precies vertellen wat het wel is en wat het niet is. Ja. Ga je gang. Oké. Hier een klikkertje voor. Ha, check. Ja, ik ga jullie vandaag iets vertellen over de tiny house movement in Amerika en in Nederland. Ik ben Lena. Mijn liefde voor tiny houses is ontstaan toen ik 7 jaar geleden in New York woonde. En daar in een superklein appartementje woonde en erachter kwam dat dat eigenlijk alles was wat ik nodig had. En zo komt het dat ik 1,5 jaar geleden samen met mijn broer, Laurens, dat is die jongen daar links... Ja, me compleet ben gaan verdiepen in kleine huisjes. En achter het bestaan van de tiny house movement kwam. En daar zoveel mogelijk kennis over ging verzamelen. En op het idee kwam om dat te delen. En hier zijn we een nachtje aan het proeflogeren in het Waterlandhuisje. En dat onderzoek... Ja, we kwamen op het idee om al het onderzoek wat we deden te delen op een platform. Zodat meer mensen daarvan konden genieten. Jo. En dat hebben we samen ontwikkeld met Marjolein Jonker, een van de eerste tiny house bewoners van Nederland. En Koen Derksen, een documentairemaker die een documentaire heeft gemaakt over de Nederlandse tiny house movement. Waar moet ik op mikken hier? En daarnaast heb ik, want ik ben net zoals meer mensen in de zaal ook architectuurstudent, samen met mijn broer ontwerpbureau Walden opgericht. Een ontwerpbureau voor kleine, zelfvoorzienende en experimentele architectuur, wat gewoon heel erg leuk is. Oh ja, en dit is het eerste huis wat we hebben gerealiseerd. Het is een tiny house voor Marjolein, die compleet zelfvoorzienend is. Dit is het interieur. En ik ga jullie proberen vandaag te vertellen wat de tiny house movement is, wat een tiny house is, waar de tiny house movement ontstaan is en hoe die er ongeveer in Nederland uitziet. Ik ga jullie een heleboel proberen te vertellen in heel weinig tijd, dus het gaat snel. Met heel veel plaatjes. Allereerst, wat is een tiny house? Een precieze definitie van een tiny house die bestaat niet helemaal. Over het algemeen wordt gehanteerd internationaal dat het gaat om huizen die kleiner zijn dan 50 vierkante meter. Als het om een tiny house on wheels gaat, dat is eigenlijk het ding van Marjolein wat ik net liet zien, dan zijn ze vaak niet groter dan 20 vierkante meter. Ze zijn vaak van hout op wielen, soms zijn ze zelfvoorzienend. En ze bestaan in vele vormen en maten. En ik weet niet wie er al bekend is met tiny houses hier. Kunnen jullie hand opsteken als jullie het al... Veel mensen. Ja, dit is misschien een beetje het beeld wat er heerst van een tiny house. Maar wij willen graag die definitie iets breder trekken. En wij vinden dit ook tiny houses. Dus de eco-capsule, maar ook super minimalistische kleine Japanse appartementjes. Of een yurt. Waarom gaan mensen nou tiny wonen? Nou, de belangrijkste reden dat mensen tiny gaan wonen is financiën. Het is een stuk lagere woonlasten. Duurzaamheid, je hebt een veel kleinere ecologische footprint... En het maakt het leven wat simpeler. Maar eigenlijk de allerbelangrijkste reden waarom mensen tiny gaan wonen is vrijheid. Vrijheid van meer tijd. Je hoeft minder geld te verdienen, want je bent minder geld kwijt aan woonlasten. Dus je kan meer tijd besteden aan hobby's of mensen of familie. Je kan doen wat je wil, misschien meer reizen. Je bent flexibeler. En hoe is die tiny house movement ontstaan? Nou ja, als we echt, echt eerlijk zijn, was het er natuurlijk altijd al. Want onze allereerste huizen waren tiny. En eigenlijk met de komst van steden, zo rond 7000 voor Christus, ontstond er een grotere diversificatie in het woningtypologieën. En omdat mensen niet meer nomadisch hoefden te leven en niet meer hoefden te reizen, konden woningen groter worden. En eigenlijk op dit moment woont 75% van de wereldbevolking in 2050 woont in een stad. En dat ziet er voornamelijk dus zo uit. Dit is San Francisco. En over Amerika gesproken, daar zie je twee trenden die je ook in Nederland ziet. Woningen zijn door de tijd heen steeds groter geworden, terwijl de gemiddelde gezinsomvang steeds kleiner is geworden. Op dit moment zijn woningen in Amerika gemiddeld 260 vierkante meter.
En gezinnen zijn 2,5. Dus nou ja, dat was een reden voor schrijver Sarah Susanka, architect, dit boek uit te brengen. The Not So Big Tiny House. Of The Not So Big House. Waarin ze eigenlijk liet zien dat in een kleiner huis mensen ook gelukkig kunnen wonen. En dit wordt door velen gezien als een beetje het startpunt van de tiny house beweging. Nou ja, daarvoor waren al andere schrijvers ook bezig met kleinere vormen van wonen, waaronder Lloyd Kahn, zeker voor architectuurstudenten echt een leuk boek om eens doorheen te bladeren. En Henry David Thoreau met zijn boek Walden, waar onze bureaunaam op geïnspireerd is. Met de orkaan Katrina werden door architect Marianne Cusato een ander soort woningen ontwikkeld voor slachtoffers van de orkaan. En dat is dit huisje. En dat kan een beetje gezien worden als allereerste tiny house. En het leuke was dat ook normale Amerikanen, niet slachtoffers van de orkaan, zich daar ook wel in zagen wonen. En zo is een beetje de movement begonnen. En zeker toen in 2007 en 2008 de financiële crisis losbarstte en mensen huizen verloren, nam eigenlijk het wonen in tiny houses een vogelvlucht. En hier zie je twee belangrijke figuren die de tiny house movement in Amerika verder gepopulariseerd hebben. Links Jay Schaefer, die gezien wordt als een beetje de grondlegger van de beweging. In zijn eerste tiny house, die 8,3 vierkante meter groot was. En Dee Williams, een mevrouw die ziek was geworden, erachter was gekomen dat materiële welvaart voor haar niet belangrijker was, maar dat het ging om levensgeluk. En dit zijn twee belangrijke figuren in de tiny house movement. Maar inmiddels is het best wel losgegaan in Amerika. Dit is een kaart van hoe het er nu ongeveer uitziet, wie er allemaal bezig is met een tiny house in Amerika. En in 2015 was er de Tiny House Jamboree en dat trok 40.000 bezoekers. En in Amerika bestaan er zelfs televisieseries over tiny houses. Dus het is een redelijk bekend fenomeen daar. En hoe zit dat nou in Nederland? Wat is er in Nederland allemaal gaande op het gebied van tiny houses? Nou ja, eigenlijk ook een heleboel. Het is nog maar 1,5 jaar geleden echt begonnen. Maar in die korte tijd is er onwijs veel gebeurd in Nederland, wat heel tof is. Dus ik laat hier maar een handjevol zien. Al een aanmoediging om zelf eens verder te zoeken. Dit is de kaart met tiny house activiteiten in Nederland van de website van Marjolein, voor wie we het huisje gebouwd hebben. En zoals je kan zien is er al behoorlijk wat gaande in Nederland. Dat platform waar ik eerder over vertelde, dat is inmiddels doorgegroeid tot een stichting. Het heet Stichting Tiny House Nederland. De Facebookpagina heeft 11.000 likes. En de Facebookgroep heeft meer dan 1.000 volgers. En dat zijn mensen die zelf actief bezig zijn met het ontwerp en realisatie van hun eigen huis. Er zijn allerlei sub-Facebookpagina's ontstaan, zoals Tiny House Rotterdam of Tiny House Utrecht. Van mensen die samen ook bezig zijn om iets te organiseren in hun eigen gemeente. Er is een website met blogartikelen hierover, met een database en een forum waar mensen elkaar actief helpen met vragen rondom tiny houses. En er is een werkgroep regelgeving ontstaan. Waar moet een Nederlands tiny house on wheels aan voldoen? Dat is net iets anders dan in Amerika. In Amerika kan het allemaal groter. In Nederland, als je met je tiny house op de snelweg wil kunnen rijden, dan zit je vast aan de maximale mate van 12 meter bij 2,55 en 4 meter hoog. Maar in de praktijk betekent dat dat je niet groter dan 6 à 7 meter kan bouwen, omdat het maximale gewicht eigenlijk maatbepalend is hierin. Dus het mag maximaal 3500 kilo wegen. Wat voorbeelden van tiny house initiatieven in Nederland? Ja, een aantal zijn al langsgekomen in Fab City. Het Waterlandhuisje was een van de allereerste Nederlandse tiny houses. Die staat trouwens op de Plug-in City in Eindhoven, een campus waar ook geëxperimenteerd wordt met mobiele vormen van wonen. Dimka Wenzel, dat is een timmerman, die heeft ons huisje voor Marjolein gebouwd. Die was heel grappig, die was eigenlijk voordat het al een beetje bekend was hier, had hij zijn eerste tiny house al gebouwd. Want hij was tegengekomen op internet en hij vond het zo leuk dat hij gewoon direct ging timmeren. En die is inmiddels heeft hij zijn baan opgezegd en is hij professioneel bezig als tiny house bouwer, met helemaal volgeboekt. De Porta Palace van de woonpioniers en David Venneman. Dat is ook een van de eerste tiny houses in Nederland. Sustainer Homes, een Nederlandse start-up, is bezig met allemaal interessante vormen van duurzaam en klein wonen. De Tiny Tim, zoals ook op de Fab City. Dit is ook een heel gaaf huisje, omdat hij helemaal zelfvoorzienend en off-grid is. En volgens mij zelfs de urine wordt volgens mij zelfs gereinigd door planten tot gewoon weer water wat je in het milieu kan laten stromen. Een wikkelhuis van karton, super gaaf. Heel tof bouwmateriaal, mag wel
meer in de bouwwereld gebruikt gaan worden, denk ik. En in Almere was er de Bouwexpo, waarbij 25 prijswinnaars uit de bus zijn gekomen die dit jaar mogen beginnen met de bouw van hun eigen tiny house in Nederland. En Marjolein die heeft inmiddels doorgekregen dat ze 5 jaar legaal mag staan in Alkmaar en dat er nog 5 huisjes bij mogen komen. Dus dat is hartstikke te gek. Dit is nog maar een greep uit het totale aanbod aan tiny house initiatieven in Nederland. Als je er meer over wil weten kun je een keer op deze pagina kijken, de handige linkspagina van tinyhousenederland.nl. Nog even kort, is klein wonen ook relevant in Nederland? Want we zijn natuurlijk een totaal ander land dan Amerika, met een heel andere omvang en veel minder vrije natuur en dergelijke. Nou ja, ik denk van wel. Dit is een onderzoek van hoogleraar van de TU Delft, Rudy Uitenhaak. Die laat zien dat eigenlijk door de jaren heen ook in Nederland woningen steeds groter zijn geworden. En als we doorgaan in de trend zoals we dat vandaag doen, dan is een gemiddeld huis in Nederland in 2050 195 vierkante meter met een gemiddelde vierkante meter per persoon van 108, dus groot. Daarnaast hebben we een toename van kleine huishoudens, een groot woningtekort in de Randstad met name. En is de bouwsector verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. En sluit het heel goed aan bij trends van deze tijd, zoals minimalisme, mensen die meer vrijheid willen, meer belevingen in plaats van zeg maar materiële welvaart en de deeleconomie die aan het ontstaan is. Uitdagingen die er nog zijn, ja, de regelgeving, het bouwbesluit, dat laat op dit moment niet toe om tiny te wonen. Op dit moment is het nog illegaal. En daarmee samenhangend kennis, lef en de rechtelijke mogelijkheden bij gemeenten om hier iets mee te doen. En tot slot Nederland. Ik denk dat wij dus een ander land zijn dan Amerika, dus we moeten eigenlijk op een andere manier gaan nadenken over tiny houses. En dat sluit eigenlijk aan bij mijn volgende vraag. Zijn tiny houses het antwoord op alles en is klein wonen iets voor iedereen? Ik denk van niet. Maar ik denk wel dat heel Nederland en iedereen iets kan leren van het gedachtegoed van de tiny house movement. De creativiteit, het vermogen om zichzelf te organiseren, de zelfbouw, het nadenken over wat genoeg is. Het eigenlijk op een andere manier kijken naar bouwsector en wonen. Dus mijn allerlaatste slide heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met tiny houses. Maar vind ik wel een initiatief wat past in het gedachtegoed van tiny houses. Dat is namelijk crowdbuilding. En dit is een website waarop architecten of ontwerpers een voorstel kunnen doen voor een kantoorpand wat leeg staat in Nederland. En er staat veel leeg in Nederland. We hebben 7 miljoen vierkante meter kantoor wat leeg staat. En architecten kunnen dan een voorstel doen hoe ze zo'n gebouw kunnen pimpen. En mensen die dat tof vinden, die kunnen zich daarop intekenen. En dat kan bijvoorbeeld ook klein appartementje zijn met een gedeelde dakkas of sportruimte of iets dergelijks. Dus hartstikke gaaf denk ik. En dat was het. Zijn er nog vragen? Ja, dankjewel, Lena. We mogen eerst applaudisseren voor haar. Hey, je vraagt het zelf al. Zijn er voor dit moment dringende vragen? Ik zie daar mevrouw meteen opstaan. Tiny Tim? Oh, Tiny... Wacht even. De Tiny Tim, denk ik. Was hij zwart met de huidje? De Tiny Tim. Tiny Tim. Nog een dringende vraag voor nu? Dankjewel, Lena. Oké, graag gedaan. We weten nu een stuk meer. Ja, we mogen best nog een keertje applaudisseren. We weten nu een stuk meer over tiny houses. En wat zowel jij als Christel ook al aanraakte in jullie presentatie is dat het niet alleen maar een andere vorm is, maar ook andere materialen. Dus we maken nou langzamerhand de overstap naar andere materialen die we gebruiken in de bouw. En daarvoor wil ik het woord gaan geven aan Lode Bruins. En jij gaat ons onder andere iets vertellen over karton, heb ik begrepen. Ja, brandwerend karton. Ja. Lode, vertel. Hallo. Goedemiddag, mijn naam is Lode Bruins en ik maak huizen van karton, van gewapend karton. Ik ben via de biologische landbouw, de kunstacademie, in de techniek terechtgekomen. En zowel de natuur als het menselijk vernuft, ja, die hebben hele mooie dingen bedacht. En wat ik erg mooi vind is... Ik ga de verkeerde kant op.
is bijvoorbeeld paardenstaart, equisetum. Dat is een typisch voorbeeld van een sandwichconstructie. Die plant die is ongeveer 400 miljoen jaar oud. Hij kan in korte tijd heel snel uitgroeien, haalt een hele mooie hoogte. Een mooi voorbeeld van een sandwichconstructie. Je hebt een tijdje geleden had je ook van de VPRO was dat. Dat was, hoe heette dat ook weer? Dat was het programma van Dat willen wij ook. En daar had je ook allerlei voorbeelden van oplossingen uit de natuur die ze dan wilden gaan toepassen op de industrie. Na een aantal opdrachten als aannemer en ook als kunstaannemer ben ik terechtgekomen in Duitsland. Daar heb ik een tijd gewerkt voor AFD. Dat was een bedrijf wat vliegtuigen of voertuigen maakte die zich bewogen in ground effect. Die heeft een soort van vleugelvorm waardoor er een natuurlijk luchtkussen ontstaat onder die vleugel. En daarmee kan zo'n voertuig ongelooflijk efficiënt van A naar B. En is ook weer een voorbeeld van uit de natuur, want bijvoorbeeld zware vogels die maken daar ook gebruik van. En als ze lange afstanden willen afleggen, dan bewegen ze voort in dat ground effect. Het is een beetje hetzelfde als dat je een papiertje over een lange tafel naar iemand toe schuift, dat glijdt eigenlijk heel mooi. Die luchtlaag wordt eigenlijk een soort van lagertje. Ja, even nu door naar het karton. Al 15 jaar lang heb ik gewerkt aan het Wikkelhuis. Dat kwam net ook al voor, bij de vorige spreeksters. Dat is ontwikkeld door René Snel. Die is groot geworden in de kartonindustrie, die was een beetje aan het opscheppen en is uitgekocht. Die had genoeg geld en die schepte op tegen vrienden van je kan er een huis van bouwen, karton is zo ontzettend sterk. Dus toen heeft hij de wikkelmachine gebouwd. Dat zie je hier een stuk van, er zit een rol karton eigenlijk aan de achterkant die als een soort van wc-rol over dat lijmbed getrokken wordt. Die mal die gaat draaien en dan wikkelt hij 25 keer dat karton om die mal. Als dat karton droog is, dan krimpt die mal en kan je hem eraf schuiven. Nou, ik sta daarboven en daaronder staat Casper. Dus we hebben dat verder ontwikkeld voor de Fiction Factory. Dat is ongeveer 4 jaar geleden. En René Snel deed alles met PU-lijm. Maar dat is dusdanig vies en gemeen spul dat ik kan daar al niet meer mee werken, want ik krijg last van mijn longen. Wij hebben toen iets bedacht dat het met gewone witte houtlijm of natuurlijke lijm helemaal aan elkaar gezet kon worden. Inmiddels loopt het als een trein, dus die wikkels die worden er aan de lopende band afgewikkeld en die huisjes zijn te koop. Een bedrijf wat ik ook interessant vind, dat is IKEA. Dat is ook het is een mega kartonverbruiker en die probeert ook zo milieubewust mogelijk te produceren. IKEA verwerkt ontzettend veel karton, ook in de meubelen. Als je een billykast in elkaar hebt gezet, dan moet je bijna hetzelfde materiaal en karton ook weer afvoeren. Dus het is ook een gigantische verbruiker in het, van karton, maar dan helaas als wegwerpartikel. Er is ook nog een idee om een uitklapmeubel te maken wat eigenlijk helemaal als een verpakking is. Dus je klapt het uit elkaar en dan heb je een meubeltje. Dus dan heb je weer geen verpakkingen nodig. De wegwerpindustrie, dat is natuurlijk eigenlijk een verschrikkelijke industrie. Nu is het wel zo dat de kartonindustrie is heel erg milieubewust geworden. Het was eerst heel vervuilend, het is nu een stuk schoner. Althans in Europa en in Amerika. Ik weet niet precies de aantallen wat we allemaal weggooien aan karton, maar dat is werkelijk krankzinnig. En de wegwerpindustrie is natuurlijk eigenlijk belachelijk dat we dat überhaupt hebben bedacht. En ik denk dat toekomstige generaties ook totaal niet zullen begrijpen waarom we dat ooit hebben uitgevonden. Al die idiote bling-bling verpakkingen in de supermarkt. Dit is nog het Wikkelhuis. Maar goed, ik laat dat verder even staan.
Karton staat ook voor een gescheurde verhuisdoos die in de regen staat, of een kapot gescheurde verpakking langs de kant van de snelweg. Bijvoorbeeld het barbecue wappertje, dat nog ideaal is als aanmaakmiddel ook. Al deze nadelen zijn eigenlijk heel erg simpel om te vormen naar voordelen. Dus Cruijff had gewoon gelijk, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dat wapperen met dat stukje golfkarton in het park is een gewild hulpstuk. Het is namelijk licht, sterk en stijf. En als we dat beeld nou even zouden stilzetten en inzoomen op dat karton. Nou ja, karton heeft ook negatief imago, dus is voor zwervers. Ik mis één dia, maar goed, dat maakt even niet uit. Ja, als je inzoomt op dat materiaal, dan is het eigenlijk een prachtige sandwichconstructie. Mijn ervaring uit de vliegtuigbouw heeft mijn interesse sowieso gewekt voor die sandwichconstructie. Dat wordt in de luchtvaart al 70 jaar toegepast. Het is licht, het is sterk. En waarom zouden we dat niet gewoon eens gaan toepassen in de huizenbouw? Juist die tussenruimte in die laagjes of tussen die lagen van die sandwichconstructie biedt meer dan genoeg mogelijkheden om bijvoorbeeld je leidingwerk in te leggen en het isoleert ook nog eens. Hartstikke goed. Nou, als we nog even teruggaan naar die natte kartonnen doos. Juist het gretige volzuigen van het karton is ook weer een voordeel, omdat het zich heel goed laat impregneren. En inmiddels zijn we ook in staat om al die zwakke punten om te zetten en op te vangen. En dat laat zich uiterst gemakkelijk bewerken. Het is inmiddels bestand tegen schimmel, termieten, vandalisme, tot en met kogels aan toe. Dus we hebben ooit met René Snel hebben we van die compartimenten, dus het sandwichkarton, gevuld met zand. Dat is naar een schietbaan gegaan, er is met een M16 opgeschoten. Ik weet niet precies het millimeter percentage, maar goed, die kogels kunnen daar dan niet doorheen. Nou ja, karton is een handig aanmaakmiddel voor de kachel, maar daar kom ik straks op terug. Ik had het net over gewapend karton. Het huisje wat ik heb ontwikkeld, dat is van sandwichkarton. Dit noemen we nu, het staat hier nog als Novo Domus. We noemen het inmiddels tenthouse. Het is eigenlijk gewoon een bungalow tentje van karton. Dat is ontstaan voor alternatief voor die verschrikkelijke armzalige UNHCR-tenten. Het moet toch echt mogelijk zijn om daar een betere en langdurige oplossing voor te maken. Zowel in de zomer als in de winter zijn bewoners druk bezig om karton naar binnen te slepen om toch nog enigszins wat isolatiemateriaal te hebben en droge voeten. De wanden van het wikkelhuis bijvoorbeeld zijn 25 keer gewikkeld golfkarton. En dusdanig sterk en taai dat je daar in feite al direct mee gaan bouwen. En het isoleert beter dan glas en steenwol van dezelfde dikte. En in feite bouw je al direct met je isolatiemateriaal. Wat ook een heel groot voordeel is van karton, is dat het door al die kamertjes en die laagjes is het akoestisch heel erg goed isolerend. Even een filmpje. Kun je dat aandrukken? Ja, 2 minuten, oké. Dit is het eerste huisje wat we hebben gebouwd, het eerste prototype. We werken ook met buizen, net zoals Shigeru Ban, daar hebben jullie vast wel van gehoord. Het systeem is dat het uitklapbaar is en ook weer inklapbaar. Er kunnen 12 van dit soort huisjes in een zeecontainer, dus die kan je in locatie daar neerzetten. Je met 2 man ben je ongeveer 3 uur bezig om 1 zo'n huisje neer te zetten. In Amsterdam-Noord hebben we inmiddels een werkplaats. Dat is deze werkplaats, maar we gaan binnenkort verhuizen. En we werken nu aan 3 projecten. We hebben ook een kartonnen tafel om al wat inkomsten te genereren. We bouwen aan het huis en ik ben heel ver met het helemaal brandwerend krijgen van karton, sandwichkarton. Ik mag daar helaas niet zoveel over zeggen, omdat dat patent moet nog aangepast worden en er moeten allerlei toevoegingen bij. En dat is een ongelooflijk gedoe en ik
werd net nog gebeld dat ik echt niks mag zeggen. Dus mijn excuses daarvoor. En kijken, wat had ik nog meer? Ja, dit is ook nog een project, dat was voor Buiksloterham. Er is heel veel vervuilde grond. Daar mag niet, er mag geen spade de grond in, dus zouden we niet voor studenten of studiootjes daar een soort van paalwoningen neer kunnen zetten die helemaal self-supported zijn. Je hebt, dat is het project De Keuvel. Daar zijn bacteriën en planten in de grond gebracht die zelf die grond weer beter kunnen maken. Dat duurt ongeveer 10 jaar. Die stukken vervuilde grond, dat zijn bijna een soort van natuurgebiedjes geworden. En nou ja, zet daar een aantal van die huisjes neer. Je kan er al huur voor vragen. Het is self-supported. Die mensen houden dat zelf al in de gaten. Ja, met zonnepaneeltjes en een windmolentje. Nou ja, dit is allemaal romantisch bedacht. Dit is zeg maar nog even het schema van het in- en uitklappen voor die vluchtelingenhuisjes voor de UNHCR. Dit is de driehoekvariant. Die is ook in te klappen of uit te klappen. Het idee is ook van als je wil verhuizen, nou, neem gewoon je huisje mee en ga ergens anders zitten. Dit is de Paper Dome, dat is van Shigeru Ban. Die ligt in een container weg te schimmelen. Dus die willen we ook weer nieuw leven in gaan wekken. En misschien willen we, nou ja, dat is een heel wild plan en daar moeten we het nog eens over hebben. Ook met Frank Alsema en Pakhuizen Zwijger. Om Paper Village op te zetten, ergens op een locatie. Laat iedereen daar aanschuiven die een goed plan heeft voor tijdelijke huisvesting. En we maken er een mooi plan van. Nou, en dit is dat je soms het woord karton komt je neus uit. Maar dat was mijn speech. Lode, dankjewel. Alsjeblieft. Verrassend wat je allemaal met karton kan doen. Wie heeft er op dit moment een vraag aanloden over karton hier vooraan. Ja. Ja, we hebben er een aantal toevoegingen. Het is allemaal op natuurlijke basis. Sorry? De vraag was, Lode vertelde dat karton bestand is tegen schimmel. Is het dan bewerkt? Ja, we hebben het behandeld. We hebben het maar allemaal op natuurlijke basis. Dus ik wil geen vieze chemicaliën waar je ziek van wordt. Het moet ook weer scheidbaar zijn. Dus dat is eigenlijk de doelstelling die we hebben gesteld. En daar is ook een investeerder nu ingestapt. Dus daarom heb ik financiële ruimte om dat ook allemaal te kunnen experimenteren. Oké. Nog een vraag, mevrouw? Ja, had ik een. Ik weet mijn eerste dia niet eens meer. Dat was een paardenstaart, toch? De vraag is hoe je jezelf heet. Hoe ik heet? Ja. Oh, ach, niet paardenstaart. Ik heet Lode. Lode Bruins. Ja. Lode Bruins. Onthoud dus die naam. Achterin nog een laatste vraag. Ja? Zal ik even het plaatje erbij halen? Hij heeft een dubbelwandig steel, heeft hij. En omdat het dubbelwandig is, dat is eigenlijk een gekromde sandwich. Waardoor hij dus heel licht en heel stijf is. En daarmee, het zijn allemaal segmenten die, ja, het is een soort van oerplant. Dus ze vinden dat ook terug in hele oude fossielen. En ze zeggen dat dat 400 miljoen jaar oud is, dat zal. Maar het is een heel groot succes, want die plant kan dus heel snel groeien op, ja, toch ook moeizame grond. Maar heel sterk en hoog. Lode, dankjewel voor nu. Alsjeblieft. We komen nog bij je terug. Ja. Ja. Alsjeblieft. Wij gaan snel door met onze laatste spreekster. Mieke Oostra. Lector innovatieve technologie in de bouw. Ja. En eigenlijk heel bijzonder, want vandaag is eigenlijk niet alleen maar een lezing informatief, maar het is ook jouw afscheid van Saxion, dus het is jouw afscheidsbijdrage aan dit huis. Precies, maar ondertussen gaan natuurlijk dingen wel gewoon door. Er zijn dingen hier in gang gezet. En het gaat natuurlijk sowieso door, niet alleen hier, maar ook elders. Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat je vanmiddag hier bent en jouw laatste inzichten die je hebt opgedaan omtrent de bouw en nieuwe materialen met ons nog wil delen.
Dus Mieke, ga je gang. Dankjewel. Nou, eens kijken of die werkt. Nou, new materials. Kijk, als je dan een nieuwe manier de wereld wil vormgeven, dan heb je natuurlijk ook nieuwe materialen nodig. Dus even kijken of dit... Wacht even, ik heb hem verkeerd om volgens mij. Ja. En dat stond pas geleden in de krant. Ik weet niet of jullie dit hebben gezien. Onze regering die streeft ernaar om in 2050 geen afval meer te hebben. Alles wordt hergebruikt. Dus ja, de toekomst is begonnen. Ja. En dan, ja, dan hebben we die twee loops. Hè. Daar hebben we natuurlijk al vaker naar gekeken waarschijnlijk. De loop van de biologische materialen. En de materialen van niet-biologische oorsprong. Om te zorgen ja, dat er inderdaad dat het begrip afval, dat wij nu kennen, dat we over een aantal decennia of over een eeuw terugkijken en denken van, wat is dat eigenlijk? Hè? Dat is voor ons nu nog niet voor te stellen, maar straks is het voor hun niet meer voor te stellen dat wij het begrip afval hadden en dat heel normaal vonden. Nou, het is al vandaag al eerder gezegd, ik weet niet meer precies wie het zei, maar de bouw heeft een ontzettende impact op onze eigen omgeving, doordat we 40% van de grondstoffen gebruiken, 40% van de energiegebruik hebben, 40% van het afval bijdragen. Dus 15% van het gestorte afval is van de bouw. En we zijn maar verantwoordelijk voor 9% van het bruto nationaal product. Dus wow, dat is nogal. Maar dat betekent ook dat als je naar bouwen gaat kijken, naar wonen gaat kijken, dat je echt impact kunt hebben. Dat er echt wat verandert als je daar begint. En daarom is de Tiny House Movement natuurlijk een hele mooie. Anders wonen. Tot voor kort gingen we dan kijken naar natuurlijke materialen. Er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden van huizen die op die manier bedacht zijn. Mensen die zich daar sterk voor gemaakt hebben en zelf ook naar gemeentes zijn gegaan om hun eigen wijk op deze manier uit de grond te kunnen stampen. Denk aan Olst, maar ook al eerder in de geschiedenis, de recente geschiedenis, is dat natuurlijk gebeurd. Denk aan even langs meer in Culemborg. Dat is ook een groep mensen die dacht van het moet anders en actief op zoek zijn gegaan om dat ook te kunnen realiseren. En daar ook nu al jaren weer wonen. Voor de crisis, in de jaren 90 eigenlijk, kwam er een andere oplossing op. High-tech, de high-tech oplossing. Om met hele slimme, geavanceerde materialen en technieken energie te besparen. En een woonomgeving, werkomgevingen te creëren ja, die voldoen aan onze eisen en wensen. Maar er is nu dan een derde oplossing bijgekomen. En dat is die tiny house movement. Gewoon domweg kleiner te gaan wonen. En het is wel eens eerder gepasseerd bij de heren die dan bij elkaar komen, want het zijn meestal heren natuurlijk, in Brussel om na te denken van hoe gaan we nou dat grondstoffenverhaal, hoe gaan we dat nou in de smiezen krijgen. We kunnen toch niet van onze burgers verwachten dat zij kleiner gaan wonen. En nu gebeurt het vanzelf eigenlijk. Dat is toch heel bijzonder. Juist omdat je op zoek bent naar andere waardes. Die vrijheid, die financiële onafhankelijkheid. Zelf grip te krijgen op je eigen footprint. Dat is, dat geeft hoop. Maar daarbij horen natuurlijk nieuwe materialen, nieuwe producten. Nieuwe processen en productietechnologieën. Nieuwe concepten. Wat tiny house in feite is. En ook weer nadenken voor bedrijven van op wat voor manier gaan wij ons geld hiermee verdienen. Hoe gaan we nou zorgen dat die grondstoffen die wij in producten stoppen, in huizen stoppen of in kantoren stoppen, dat die eigenlijk als het ware weer vanzelf naar ons toe komen als bedrijf. Wat voor principes kunnen we daarvoor ontwikkelen dat het eigenlijk ook gaat gebeuren?
belangrijk dat we zaken uit elkaar kunnen halen. En dat we de verschillende onderdelen ook goed kunnen hergebruiken. Andere oplossing, of andere wat belangrijk is als je met materialen van biologische oorsprong werkt, dat dingen die je toevoegt, en dat heb jij ook al gezegd voor mij, is dat je oplossingen bedenkt om dingen te verduurzamen of brandwerend te maken, die ook geen schade berokkenen aan het milieu. Nou ja, die oplossingen die zijn er nog niet, die zijn we nu aan het ontdekken, aan het uitvinden. Dat vonden we bij Saxion ook heel belangrijk. En daarom hebben we een aantal projecten rondom gecreëerd. En één daarvan, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is polypyrrol. Polypyrrol is natuurlijk de grote onbekende voor velen van ons. Er zitten een paar insiders zitten er tussen jullie, goed verstopt. Partners van dit project. Maar polypyrrol is een stof en er is inmiddels wel heel veel onderzoek naar gedaan, maar eigenlijk altijd vanuit medische optiek. Omdat het een hele lichaams-eigen stof is. Als je kijkt naar ons bloed, daar zit pyrrol in. En als je die pyrrolmoleculen aan elkaar rijgt, krijg je polypyrrol. En dat kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld hout of andere materialen van biologische oorsprong, denk bijvoorbeeld aan bamboe, misschien zou het wel werken voor karton, ik heb geen idee. Hebben we nog niet geprobeerd. Ja. Of textiel, dat zijn we ook aan het proberen. Om die daarmee duurzamer te maken. Dus te zorgen dat zij in de gevel kunnen worden toegepast. Nou moet je, als je op zoek bent naar nieuwe materiaal, nieuwe oplossing, moet je ook nadenken van hoe gaat dit product straks de markt veroveren. Want we weten ook van innovaties in het verleden, dat als jij een substituut bedenkt voor iets wat we nu hebben, zeg maar een nieuw soort baksteen, dat de aannemer, een andere partij al snel denken van ja oké, maar die baksteen die ken ik. Het is leuk dat u met product Y komt, maar ja, dat geeft toch meteen risico's. Met andere woorden, als je iets nieuws wil introduceren, dan moet je iets neerzetten wat meer toegevoegde waarde heeft. Dus niet simpel een vervanging is van, maar wat iets extra's biedt waarvan je denkt van wauw, maar als dat, ja, dan neem ik die risico van het nieuw, neem ik op de koop toe. Ik ga hier gewoon voor. Dus dat is waar we naar op zoek zijn in het kader van dit project. En ja, vanuit de literatuur wisten we dat er een aantal eigenschappen zitten in die stof die wij interessant vinden als we vanuit de bouwoptiek daarnaar kijken. Bijvoorbeeld bescherming tegen straling. Nou, er zijn heel veel mensen die zich zorgen maken over straling. Dat ze denken dat gezondheidseffecten heeft. Dus dat zou daar denk je dan aan. Maar er zijn ook onderzoeksprocessen die je niet wil verstoren met straling. Nou, wat biedt mogelijkheden? Stof kan bijvoorbeeld ook kleine elektrische stroompjes laten lopen. Nou, we weten dat je dat niet kunt gebruiken als zijn bijvoorbeeld hetzelfde als een koperdraadje. Maar wel kleine stroompjes. Het zou betekenen dat je als sensor zou kunnen inzetten. Nou, dat zijn allemaal zaken die we in dit project aan het uitzoeken zijn. En ondertussen hebben jullie, als jullie de partners kunnen zien, die stonden hieronder. En een van de werkpakketten daarin is kijken van ja, hoe zit het inderdaad met die materiaaleigenschappen en in hoeverre, als we die daadwerkelijk dan in de bouw willen gebruiken, bijvoorbeeld die UV-protectie, van hoe goed werkt dat nou en kunnen we dat inderdaad, is het inderdaad voldoende voor de toepassing die we in de bouw nodig hebben. Andere is, hoe gaan we dat polypyrrol aanbrengen op hout? Wat is een goede manier om dat te doen? Moeten we dan in de vloeistof dompelen? Of moeten we er dan een gas van maken en dan erop doen? Of moeten we er een andere manier verzinnen? Daar zijn we allemaal mee aan het experimenteren. Maar er zijn ook studenten aan de slag geweest om nieuwe producten te bedenken. Nieuwe productconcepten op basis van de eigenschappen die we in kaart hebben.
die studenten, dat zijn Jochem de Laat en Chen Man. En die hebben hier bij Saxion de minor industrieel bouwen en productontwerp gedaan. En wat dat betreft kunnen we nog wel meer studenten natuurlijk gebruiken die hier ook over gaan nadenken. Maar om even te laten zien waar zij meegekomen zijn. Ze hebben de Polyactive bedacht. En dat is een, moet je je voorstellen, een gevel die bestaat uit lamellen. En dat je dan de sensoringfunctie, de sensorfunctie van polyperol inzet om te laten reageren op de hoeveelheid zonlicht die op die gevel valt. En daarmee te bepalen hoe ver die open of dicht gaat. En omdat er ook onderzoek is geweest waarin met polyperol PV, een PV-cel is gemaakt, dachten zij, dan nemen we dat mee. Dus dan gebruiken we het polyperol, niet alleen om die gevel te beschermen, dus de houtdelen te beschermen in de gevel, maar ook om als sensoring te gebruiken en als PV-cel. Een ander product, dus productconcept waarmee zij kwamen, is de Polyshade. Hun idee is, integreer het textiel van deze zonnewering met kleine buisjes waarin water stroomt, waarmee die warmte kan harvesten. Zodat je die weer kunt hergebruiken. En zouden we het niet zo kunnen maken, de textiel van deze zonwering, dat die delen uit de lucht wegneemt, die wij smog noemen. Dus om te zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert. En als we dan de sensoringfunctie in dit kader ook in zouden willen zetten, waarom zou zo'n zonnescherm eigenlijk niet gewoon automatisch in kunnen rollen als het regent? Waarom moet je eigenlijk altijd thuis zijn om die dingen weer op te rollen? Dat is niet handig. Ik heb het zelf ook dat probleem en is het een zonnige dag, ga je werken, maar je denkt van ja, het kan misschien toch gaan regenen. Dus het zou toch geweldig zijn als we zo'n polyshade zouden hebben. Een derde idee waarmee zij kwamen, gaat in op die stralingwerende kwaliteiten die polyperol heeft. Dus dan zou je straling weg kunnen halen uit bepaalde ruimtes of uit je huis. En dat gebruik je dan in de gevel. Dus als dat dicht gaat, zou je dat wellicht ook kunnen gebruiken als lichtsensor om bijvoorbeeld buitenverlichting aan te sturen. Nou, dat zijn nieuwe concepten die nu ontstaan en waar we samen met de bedrijven verder naar aan het kijken zijn. Maar we willen natuurlijk dat het niet alleen bij ideeën blijft en bij onderzoek naar applicaties en hoe het nou ervoor staat met die materiaaleigenschappen, maar we willen het ook er iets mee gaan doen, laten zien wat het kan. En daarvoor gaat nu een project van start, een demoproject, House to Start, waar we dit soort producten in mee kunnen nemen. Dus dat wordt natuurlijk heel spannend. Er zullen ook ongetwijfeld dingen misgaan. Maar één ding weten we zeker, we gaan er heel veel van leren. En ik ben gewoon heel benieuwd wat daar weer voor resultaten uitkomen. Er zit een hele hoop potentie in polyperol. En we zijn nu met een aantal facetten zijn we bezig. Maar we kunnen meer mensen gebruiken die daarin meedenken. Dus ik wil studenten en ook anderen van harte uitnodigen als er interesse bestaat om dat aan te geven. Bij mij of bij Michael bijvoorbeeld die daar zit. Zwaai eens even. Want dan kunnen we gezamenlijk. Oh, mag ik terug? Dan kunnen we samen bouwen aan de toekomst. En het is vandaag weer een mooie dag. Dat kunnen we positief naar kijken. We kunnen ook denken, global warming. Maar ik zou zeggen, it's a nice day for a revolution. En het is niet begonnen. Laten we gewoon daarop meelopen. En zien wat we daar als persoon aan bij kunnen dragen. Dus mijn vraag is, wat kan jij bijdragen? Of zou jij willen bijdragen aan de ontwikkeling van polyperol of andere nieuw te ontwikkelen materialen?
Nou, dat is een hele mooie vraag die jij alvast aan de zaal voorlegt. Voordat we met alle sprekers in gesprek en in discussie gaan, zijn er voor nu dringende vragen aan Mieke zelf. Ja, ja. Saskia. Dat weet ik niet zeker meer. Ik kijk even naar Michael. Weet jij wat het precies in het bloed drukt? Voordat ik onwaarheden ga verkondigen. Ja, het geeft ook die rode kleur. Je kan heel mooi zien, zeg maar, dat ook in het proces dat het dan even rood kleurt. En ja, dat doet heel erg denken aan bloed ook. Heel grappig, ja. Het is dus vrij bloederig onderzoek. Ja. Als je heel veel nodig hebt, heb je dan heel veel mensen nodig die uit elkaar gaan? Nou, nee. Dat is ook onderwerp van onderzoek. Hoe we dat nou best kunnen winnen. We willen dat natuurlijk ook vanuit de natuurlijke basis willen we het winnen. En hoe kan je dat productieproces nou op een goede manier in elkaar zetten? Dat is ook onderwerp van onderzoek. Nee, we harvesten het niet uit bloed. Misschien moeten we eens praten met de bloedbank, maar ik geloof niet dat zij bloed over hebben. Maar dan heb je wel weer veel strengere eisen als je onderzoek wil gaan doen. Dus ik denk dat we daar voorlopig ver van blijven. Maar ja, wellicht een slachthuis of zo. Ja, ik weet het niet. Ik stel voor dat we... Nou, een allerlaatste vraag aan Mieke. En dan stel ik voor dat we de discussie verbreden tot alle vier de sprekers. Jij hebt het woord. Ja. Nou, Polypol helpt om te beschermen tegen UV-straling bijvoorbeeld. UV-straling, dat zorgt ervoor dat de stof of dat materiaal stuk gaat. En we willen juist in de gevel vaak laagwaardig hout gebruiken, want het groeit veel sneller. En het is ook goedkoper. Dus we zijn op zoek naar manieren om te zorgen dat we dat goed kunnen conserveren en bijvoorbeeld beschermen tegen zonlicht. En zodoende dat te kunnen doen ook. Hoef je dat niet meer te verven? Nee, dit is juist dan de coating. Ja. Dankjewel voor nu. Mieke, blijf erbij. Ik blijf staan. Ja, mag ik Christel, Lena en Lode ook uitnodigen om hier aan tafel te komen? Ik zou eigenlijk jullie alle vier... Oh, we zijn al. Ja, precies. Ja, Lode is ook technisch geregeld. Ja. Ik zou jullie alle vier als eerste de vraag willen voorhouden. We hebben allerlei inspirerende, veelbelovende concepten, materialen, woonvormen gezien. Wat weerhoudt ons, in jullie opinie nou, om die weg ook in te slaan? Dus wat is nou het obstakel dat we uit de weg moeten ruimen? Wie wil daar als eerste wat op zeggen? Een beetje koudwatervrees en regelgeving. En dat zijn we ook niet gewend. We zijn niet zo sterk in het experimenteren, volgens mij. Weet je, je kan het op twee manieren benaderen, denk ik altijd. Je kan altijd, als je een stap moet zetten, hè? Bijvoorbeeld je bent afgestudeerd en je bent op zoek naar een baan. Je bent te zwaar en je wil afvallen. Of je wil naar een nieuwe maatschappij. Je kan denken van, oh, wat zijn de barrières, wat maakt het moeilijk? Nou, misschien wil ik het dan wel niet. Maar je kan ook denken, wat zijn de kansen? En wat voor eerste stap kan ik doen om mijn doel te bereiken? Ja, maar dan, ik blijf toch even bij mijn vraag. Want ik zie zoveel positieve eigenschappen eigenlijk, van de dingen die jullie, dat ik me afvraag, waarom doen we het dus niet zo? Dus ik vind het toch wel interessant. Wij doen het toch? Ja, maar het is nog geen gemeengoed in Nederland. Nee. Ja, wij wonen nog niet allemaal tiny, we wonen nog niet allemaal in karton. Ja, maar ik denk dat het heersende paradigma gewoon nog heel erg sterk is. Wat jij ook zei, hè? Dat gaat later veranderen en straks kijken onze kinderen kijken terug van hoe zat dat toen. En nu is dat gewoon nog niet. En het systeem werkt ook nog zo. Dus afval is gewoon nog steeds afval, in vele gevallen. Kijk, aderlaten vinden we nu ook heel raar. Maar dat vonden ze toen heel normaal.
voor je. Dus het is ook een kwestie van tijd. Kijk, ja, dan, ja, om maar even bij invloed te blijven. Ja. Oh, die val. Er is een eerste vraag uit de zaal. Sorry, je houdt hem vast. Okay. Ik ben Bart Kruishoop, ik geef ook les bij Saxion. Wij leiden gastvrijheidsmanagers op. En wat mij opvalt, ik heb heel veel waardering voor deze initiatieven en ook het zoeken naar die materialen. Maar zijn er nou ook mensen zoals jullie bezig met bijvoorbeeld te denken, wat is nou het verschil tussen wonen en kamperen? Want heel veel Nederlanders kamperen en sommige mensen heel veel dagen in een jaar en soms zelfs in instrumentarium wat een beetje lijkt op een aantal plaatjes die hier langskomen, helaas vaak van plastic en zo. Hmm. Zit daar ook nog wat in? Misschien de sociologische kant? Ongetwijfeld. Maar het is, we stoppen ze nu in verschillende vakjes. Hè? Ja. En de vraag is, moeten we ze in verschillende vakjes blijven stoppen? Of moeten we ons realiseren dat het een regenboog is? En dat je gewoon verschillende, ja, verschillende kleuren in hebt. Ik denk dat laatste het geval is. Er wonen natuurlijk al mensen in Joerts. Lena, in jouw gedachtegang, helpt het als wij het vaker over kamperen gaan hebben in plaats van wonen? Wordt dan de acceptatie makkelijker? Als we daar ook aan refereren, dat we het eigenlijk al heel vaak doen? Ja, ik vind het feit dat we het eigenlijk al heel vaak doen ook wel een symptoom dat we het stiekem misschien best wel graag willen. Maar dat de overheid misschien nog niet zoveel ruimte geeft dat het kan en mag, zeg maar. Ik vind het zelf niet zo'n heel relevant verschil. Want zoals jij zegt, ik vind het ook een beetje een zinloze grens. Maar ik denk dat het ook allemaal een beetje voortkomt uit het begin 1900, dat de woningen heel slecht waren. En dat er toen allemaal regelgeving ontstaan is om, zeg maar, mensen te beschermen tegen woningcorporaties die bouwden en dergelijke. Ik denk alleen dat we op dit moment, zeg maar, in de tijd daar wel eens opnieuw naar zouden mogen kijken. En bedenken wat nou echt nodig is en welke regelgeving voornamelijk in de weg staat. Want in Nederland zijn we best wel goed in het maken van regels. Maar we zijn ook best goed in innoveren. Dus ik zie daar wel mogelijkheden. Ik zie daar links in de zaal een vraag. Met alle respect, dat is ook weer een meneer op leeftijd. Ik ben zelf ook op leeftijd. De volgende vraag komt van een student, kondig vast aan. Meneer, ga uw gang. Ja, deze vraag kan dan ook alleen van mij komen. Want ik wilde eigenlijk vragen hoe jullie, wat nu de tiny house anders is dan in mijn jeugd. Hadden we het in Apeldoorn over campers. En die woonden ook allemaal in caravans en kleine, ja, zelfs kleine woongemeenschappen. Uh-huh. En dat was voor ons heel normaal. Ja. Wat is daar nu anders aan? Er is eigenlijk niet zo heel veel anders aan. Behalve dat ze biobased gebouwd worden en dat ze bestemd zijn om permanent in te wonen. Ik denk wat er anders. Ze wonen er ook permanent in, hoor. Ja, precies. Dus dat is een grap. Eigenlijk gebeurt het ook al heel erg lang, zeg maar. Het is alleen leuk als we het ook een keer gaan accepteren. Maar ik vind de tiny house movement dus wel heel erg interessant. Omdat er stiekem nu met steeds meer media-aandacht allerlei dingen aan het ontstaan zijn. Waardoor het hopelijk, zeg maar, op een gegeven moment meer geaccepteerd en gelegaliseerd wordt. Ja, mensen gaan weer opnieuw nadenken. Ja. Die zien dat gebeuren en die denken van, ja, wat heb ik eigenlijk nodig? Ja. Wat voor belast sleep ik eigenlijk mee door al die spullen? En die moet ik allemaal onderhouden. En, ja. 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 Ik heb een vraag hiervoor van een student, geloof ik. Ja. Aan Lena, voor de Tiny House Movement. Ja. Is er in Amerika ook de regelgeving aangepast om die tiny houses legaal te maken? Of was dat al? Of hoe zit het daar? In Amerika, even kijken. Je zit toch even te zoeken naar de manier om met het object op te gaan. Maar, maar nee, in Amerika varieert het van staat tot staat. Er zijn steden die, volgens mij Portland, die het legaliseren. En heb je anderen die het meer gedogen, zeg maar. Het is niet overal legaal. Dus, maar het is ook best lastig voor gemeentes. Want in Nederland is Almere er dan mee bezig, weet je wel. En die doet ook maar wat, zeg maar. Want het is ook nog best wel ingewikkeld om uit te zoeken wie er nou echt eindverantwoordelijk of baas over regelgeving is. En waar het nou vandaan komt en hoe je het in hemelsnaam verandert. Zijn er andere zeg maar. Landen die al verder zijn daarin? Of is dat? Ik denk, dat weet ik niet zo heel goed. Amerika dus op sommige plekken wel, zeg maar. Maar ik ben volgens mij, ja, ik weet niet zo heel goed, want je woont natuurlijk in Nederland. Maar ik hoorde laatst dus van een jongen uit Polen, die zei van, de tiny house beweging, ja, die gaat echt super hard in Amerika en in Nederland. Dus dat vond ik best wel grappig om te horen. Dat was voor mij nog onbekend. Dus ik denk dat we wel in Nederland redelijk lekker daarmee bezig zijn. Ik hou ook graag caravans. Ja. Schilders niet.
Volgende vraag. Wie? Kun je aangeven wat het probleem is wat betreft regelgeving en bouwbesluit voor tiny houses? Want er wordt wel gezegd van daar lopen te vast. Uh-huh. Maar ja, wat is dan het probleem? Wat mis je in het bouwbesluit of wat staat erin? Blokkeert inderdaad. Of ja, dat is ook nog best wel complex om helemaal uit te zoeken. Er is een werkgroep dus nu mee bezig die dat in kaart brengt. En die delen hun bevindingen via volgens mij tinyhouseregelgeving.nl. Maar het heeft onder andere met bouwbesluit te maken. Dus minimale maten en de aanwezigheid van een gang. En dat je per se met een trap met een bepaalde helling omhoog moet. Dat je een halletje moet hebben voor je wc. Ja, dat soort dingen. En anderzijds heeft het ook te maken met... dat je dus ook niet ingeschreven mag staan als het niet een vast adres is. En vast, dus flexibel of digital nomads, mensen die niet eens meer vast huis hebben, die hebben ook heel veel gedoe. En dat heeft dan meer te maken met belastingdienst en hoe ze je... Weet je, ik denk dat de overheid niet zo goed weet hoe ze je moeten vinden op het moment dat je geen vast huis meer hebt. En daar is dan niet over nagedacht. Wat was de website nog een keer? Tiny house, regel... Ja, ik weet niet precies, maar ik denk als je googelt tiny house regelgeving, dat je er wel op terechtkomt. Dank je. Is ook niet een van de grootste hobbels gewoon dat een huis een investering is? En dat dat natuurlijk helemaal verdwijnt op het moment dat je een tiny house koopt. Want voor hoeveel geld koop je een tiny house? Ja, dat hangt er heel erg vanaf, want een tiny house kan je ook zelf bouwen. En dat scheelt natuurlijk heel veel geld. Dus in Amerika is de gemiddelde prijs van een tiny house $23.000. En in Nederland, dat huisje van Marjolein is ongeveer gerealiseerd voor 40.000, 45.000 euro. Maar het ligt een beetje tussen de 20.000 à 60.000 euro hoe energie-efficiëntie het wil maken. Ja. Mevrouw wijst erop dat de prijs exclusief de grondkosten was. Ja, de prijs die ze noemt is natuurlijk zonder grond erbij. Ja. En wil je het echt ergens neerzetten, dan kom je toch vaak wel aan grondkosten. Dat drukt relatief zwaar. Zeker als je heel veel grond eromheen hebt. Ja, precies. Maar zeg maar het nadenken over tiny en mobiel wonen, dat triggert ook het hele debat over grond en hoe je om moet gaan met grond. Want dat is eigenlijk ook maar een hele gekke wereld, toch? Er was hiervoor een vraag. Misschien is het een beetje stom, maar in wat voor huizen wonen jullie zelf? Wat zeg je? In wat voor huizen wonen jullie zelf? Ja. Wonen jullie in kleine kartonnen huizen, is eigenlijk de vraag. Waar beginnen we? Nee, ik woon in Amsterdam, 3 hoog achter, zou ik maar zeggen, met een mooi uitzicht. En, dat is waar. Ik woon in een gewoon ouderwetse huis. Maar ik zou heel graag in een kartonnen huis willen wonen. Oké. Mieke? Ik woon in een jaren 60 woning. Ja. Ik heb ook nog wel wat dromen, maar ja. Stap voor stap. Lena? Ik woon in een puzzelhuisje in Delft van 45 vierkante meter. Dat wel uit 2 verdiepingen bestaat. En dat is echt helemaal te gek hoe dat in en uit elkaar schuift. Met helemaal gaaf. Dus dat valt nog net binnen de definitie van valt tiny. Het valt net binnen de definitie van tiny. Ik zou zelf wel kleiner willen, maar ik heb met mijn vriend is... Iets meer aan ruimte gehecht. Ja. Maar, en ik heb ook nog geen tijd gehad om mijn eigen tiny house te ontwerpen, omdat ik vooral bezig ben met andermans tiny houses. Okay. Ja, ik ben eigenlijk tegendraads net groter gaan wonen. Ook 2 hoog, 2 achter. Heel veel achter in Amsterdam. Maar ik zou het heel erg moeilijk vinden om zo klein te wonen. Ik denk niet dat ik het... Kijk, het spreekt me wel aan om in een mooie groene omgeving te zijn. Dat mis ik ook zeker midden in de stad Amsterdam. Maar het zou mij heel erg persoonlijk een uitdaging lijken om op... Nou, wat is het? Hoeveel vierkante meter? Marjolein woont op 22. Ja, 22 vierkante meter te wonen. Samen. Als ik de vraag vertaal, is het dan bij jullie een beroep wat je hebt, waar je in bent gerold? Of zit er ook gewoon echt persoonlijke passie achter... Nou ja, bij mij is het wel echt een passie. Dat ik het ook echt wil aantonen dat het kan. En, ik vind, huizen zijn natuurlijk ook veel en veel te duur. We zijn volgens mij met z'n allen gek dat we dat allemaal betalen. Dat we daar genoegen mee nemen. De studenten die worden in zeecontainers gestopt, dat wordt ook allemaal gestapeld. Dat, ja.
Volgens mij de gemiddelde Nederlandse student is behoorlijk lang, is langs van de hele wereld. En die containers, het is echt heel laag. Het is heel bedond en ongezond ook. Dus ik denk dat er veel en veel meer te halen valt. En laat mensen het ook zelf bouwen. Als we maar vrijheid van denken nemen. En dan. Ja. En je hoeft het ook niet allemaal zelf te doen, maar er zijn genoeg mensen die dat kunnen. En zo ingewikkeld is het nou ook weer niet. Weer een vraag. Ja, wat gebeurt er met automatisering in deze markt? Want dat is ook een gigantische trend. En als we oog hebben op de toekomst, is dat misschien wel iets, ja, bijvoorbeeld 3D-printen van een huis. En vooral met zo'n kleiner project is dat best wel te doen. Dus wat wordt daarmee gedaan? Nou, je hebt de Wikihouse natuurlijk. Ja, precies. Die CNC-freest huisje. Je hebt onwijs, ik mocht maar een korte presentatie geven, maar dan kan je helemaal onder gooien met dingen. Maar Renzo Piano, een hele bekende architect, die heeft ook een fantastisch klein huisje gemaakt. Dat heet een Diogene. En dat is een huisje van 10 vierkante meter waar alle klimaatsystemen in zitten. En die je overal ter wereld kan neerzetten en die zeg maar compleet zelfvoorzienend kan werken. Dus het gebeurt wel, maar zeg maar over het algemeen gebeurt, als je naar de bouwsector kijkt, vind ik dat er veel te weinig gebeurt. Had ik nog een vraag? Er werd wel even gesproken over verbeterde technologieën en dat soort dingen. Maar ja, een kleine Google search en je vindt de meest gekste dingen. Bijvoorbeeld transparante zonnepanelen die je als glazen kan gebruiken. Dus worden die technologieën ook speciaal voor tiny houses ingezet om ook een beetje te pronken? Of is dat zeg maar toch iets te gedurfd? Nou ja, ik hoop, jullie zitten hier veel jonge architecten in de zaal. Kijk, als je naar Amerika kijkt, Amerika is relatief conservatief. Daar bestaat de beweging al 20 jaar. Maar tiny houses zien er na 20 jaar nog bijna hetzelfde uit als 20 jaar geleden, zeg maar. In Nederland vind ik al met het wikkelhuis en alle andere dingen die hier gebeuren, dat er al een enorme variëteit ontstaat. Ik denk dat we ook wel een design- en architectuurland zijn. Maar dan moeten we eigenlijk verder gaan brengen. Volgens mij is het aan ons om dat helemaal zeg maar enorme variëteit van te creëren, want dat kan. En dat maakt wonen ook zoveel toffer en leuker en gaver en betaalbaarder. Dus onze toekomst, toch? En als ik daar iets op mag aanvullen. Ik denk wel dat die tiny houses, omdat veel mensen ook echt off-grid willen wonen, mobiel willen zijn, juist wel mensen ook aansporen om meer te experimenteren daarmee. Ja. Bijvoorbeeld zoals de Sustainer Home. Er zit low-tech, maar ook high-tech, zitten veel innovatieve dingen in. Dus ik denk dat het daar, ja, dat het mensen daar wel toe zet. Ja, vergeet niet, de beweging is pas 1,5 jaar oud. Ja. Dat kan nog niet, een hele hoop. Dus ik zou zeggen, neem de uitdaging zelf op en maak een tiny house met een nieuwe zonnepanelen. En jij bent student? Ja, er zijn ook allerlei uitdagingen, challenges waar je aan kan meedoen om juist ook bijvoorbeeld in het kader van nu dat er meer vluchtelingen naar Nederland komen, dat er gekeken moet worden naar hoe je gebouwen off-grid kan maken. En er zijn allerlei dingen waar je aan kan meedoen als student. Ja, vraag daaruit de zaal. Even als aanvulling op die regelgeving wat net gesteld werd. Het bouwbesluit is denk ik niet de grootste belemmering. Als je het onder roerend goed gooit, mobiel huis, valt het sowieso niet onder bouwbesluit. Dus dat, ik denk de grootste belemmering zijn bestemmingsplannen in ons land. Ja. Alles is dichtgetimmerd met allerlei vergezichten voor de toekomst. Dat moeten we denk ik voor een heel veel gebieden loslaten. En dan ontstaat er vanzelf creativiteit. Dus ik denk dat de regelgeving bouwbesluit, dat zal wel loslopen. Daar kunnen we van alles met ambtenaren nog wel van vinden. Maar vooral die bestemmingsplannen. Ik denk dat we daar een hele grote klap kunnen maken als we dat kunnen loslaten. Weet jij, vraag terug, weet jij ook wie dan, wie heeft het hele idee van de bestemmingsplan bedacht? Gemeente en stedenbouwkundigen, daar moeten we zijn. En ons beeld van hoe Nederland eruit moet zien, daar, we zijn klein, behuisd. Grond is kostbaar en daarom hebben we gezegd, het moet er gewoon mooi, strak, projectmatig gewoon goed uitzien. Nou, dat hebben we ooit bedacht in de loop van de jaren. Dat gaat langzamerhand, komt er wel een verschuiving in. Maar we hebben als burger nog steeds weinig vrijheid om echt vrij te kunnen bouwen. Nou, er zijn een paar plekken in Nederland, maar veel te weinig. Dus maar kan een gemeente ook ervoor kiezen om een bestemmingsplan los te laten? Almere heeft ervoor gekozen. Dus, ja, maar Almere vindt het dus, toen ik met Almere sprak, die vonden dat ook nog best wel lastig. Want die waren nog benieuwd of ze op een gegeven moment op hun kop zouden kunnen krijgen van het Rijk. Nou ja, het zijn zo, we krijgen ze maar op hun kop. Ja, we zullen ergens moeten beginnen. Ja, precies. Daar wil je iets mee. Ja. En dan komt er ineens iemand die zegt van ja, maar we gaan daar iets heel anders mee doen.
wat is dan jouw bezit of wat dan ook. Dat, daar zit ook een kern van dat bestemmingsplan. Het is niet alleen die planologie en hoe het eruit moet zien, maar het heeft ook gewoon met rechtszekerheid te maken. En dat is een lastige. Maar ik denk dat het daarom ook wel heel tof zou zijn dat zoiets als wat Fab City doet, als gemeentes dat soort plekken zouden kunnen creëren voor iets langere tijd. Want op zich, tiny house mensen zijn over het algemeen best wel flexibel. Dus als ze een zekerheid kunnen krijgen van 3 jaar, is dat al voor veel mensen al genoeg ruimte om te kunnen spelen, zeg maar. En hoe zit het met financiering, met hypotheken? Ik kan me voorstellen dat het, als je een ander flexibel onderpand hebt, dat het lastig is om financiering te vinden. Weten jullie dat? Weet de zaal dat? Ja. Ja, is heel lastig, want Marjolein heeft het geprobeerd. Maar dat is uiteindelijk dus een persoonlijke lening bij een vriend geworden. Maar aan de andere kant, misschien moeten we het ook niet meer bij banken willen halen, maar juist op andere manieren gaan doen, zoals dat al gebeurt bij zo'n crowdbuilding. Dat er gezamenlijk projectontwikkelaar wordt gespeeld. Ik kan me ook voorstellen dat mensen met spaargeld wel openstaan, ook voor zeg maar, betere investeringen dan in vervuilende industrieën die via bij banken kunnen ontstaan, zeg maar. Ik had hier al een hele tijd een vraag. Met alle respect, maar het zijn veel kleinere instellingen en kleinere bedrijven die zich bezighouden met tiny houses. Waardoor komt het dat grotere bouwbedrijven die veel geld hebben, niet meegaan in deze groepering? Dat is niet helemaal waar, hè? Dat is niet helemaal waar. Nee, bijvoorbeeld op Fab City stond ook de Heijmans, groot bouwbedrijf, de Heijmans One. Zou je ook kunnen zeggen dat een tiny house is, komt ook voort uit een trend dat er gewoon steeds meer eengezins huishoudens zijn, ook in de stad. Dus dat ze kleine woningen bouwen. Ja, en wij zijn als Walden ook wel benaderd door wat grotere bouwbedrijven of we er mee willen denken, zeg maar. Maar misschien is het ook wel heel erg. Wij vinden het ook heel erg leuk om deze beweging vooral vanuit jonge mensen te laten ontstaan. Omdat dat, ja, je grote bedrijven zijn net iets minder flexibel in totale experimenten en spannende dingen doen. Het geldt dus in algemeenheid, hè, dat innovatie komt juist vaak van kleine, nieuwe, jonge bedrijven die gewoon out of the box denken, die niet de jarenlange traditie hebben van zo doen wij het nou eenmaal. Als je die traditie niet hebt van zoals je het nou eenmaal doet, dan kun je vaak veel experimenteler denken. Hè. Dus op zich is het niet vreemd en is het niet aan de bouw eigen dat het de kleinere bedrijven zijn die het misschien misdachten. Hè, dus je ziet het overal. En het is mooi dat die grotere bedrijven gewoon aanhaken. En dat zie je ook gebeuren. Op het moment dat iets interessant wordt, dan komen de grotere bedrijven. En die proberen daar ook voet aan de grond te krijgen. Er is een vraag. Of een opmerking. Opmerking. Een half jaar terug is er een prijsvraag geweest uitgeschreven door de BNA en de COA. En dat gaat over a home away from home. Dat was in eerste instantie bedoeld voor asielzoekers. Maar dat werd wel verder getrokken dat je ook na het leven van de asielzoeker regulier in zou moeten kunnen wonen. Er zijn 366 inzendingen opgekomen. Echt een paar ontzettend leuke ideeën ook. Heel verrassende ideeën uitgekomen. Dus wellicht kun je daar ook eens een keer kijken wat daarop staat. En als aanvulling op een tiny house, want het zijn bijna allemaal tiny houses. Ja, dus er speelt wel wat in Nederland. Jazeker. Ik hoor niemand eigenlijk praten of iets zeggen over gezinsuitbreiding. Als je jong bent, dan gebeurt het op een moment dat je denkt, ik wil kinderen. En hoe ga je daarmee om? Zou het toch zonde zijn als je dan en ik in een stenen baksteenhuis moeten gaan wonen? Dan koop je een extra wikkelhout. Elementen bij, hoppa. Ja, ik zat te denken aan een soort extensie. Zo. Ja, wat doe je bij gezinsuitbreiding? Nou ja, bij mij plak je er wat segmenten aan vast. Ja. We hebben ook een idee om hem in een i-krek-vorm of een joert-vorm. Dus je kan heel veel kanten op. Het materiaal is heel makkelijk. Ik denk dan ook even weer aan wetgeving. Hè? Want je hebt dan misschien een bestemmingsplan is dan gemaakt voor een klein huisje. En dan zit je er weer mee van, potverdikkie, ik moet er weer een paar vierkante meter bij hebben. Hoe gaan we dat weer doen? Maar ik denk eigenlijk dat Nederland al voor een gigantisch gedeelte bestaat uit eengezinswoningen. Die alleen voornamelijk bezet worden gehouden door 1- en 2-persoonshuishoudens. Dus ik denk dat er behoorlijk veel woningen zijn waar mensen tijdelijk zeg maar, groter zouden kunnen wonen. Als er meer ruimte wordt gemaakt voor mensen die graag kleiner willen wonen. En dat hoorde ik jou ook zeggen. Hè? Jij zei ook heel duidelijk van tiny houses zijn niet de oplossing voor alles en iedereen. Maar het is wel een toevoeging aan de woningmarkt die we misschien heel hard nodig hebben. Ja. Dus laten we die eensgezinswoningen die er al staan niet vergeten. Er is daar een... Okay. Ja, ik zie achter u een hele mooie roll-up van Pioneer.
Kunt u mij of iemand anders mij vertellen welke rol pioneering hierin heeft of in tiny housing? Ben ik wel benieuwd naar. Nou. Pioneering zit in de zaal. Ja, precies. Pioneering doet projecten in de bouw, waarbij wij vernieuwing eigenlijk creëren door met bedrijfsleven en studenten en overheden samen te werken hierin. Vaak zijn de gemeenten, bijvoorbeeld launching customers, die hebben een vraag. Die zeggen van, wij zitten met een bepaald probleem. Is daar ook een oplossing voor te vinden? Dan proberen wij partijen bij elkaar te zoeken die op dat gebied kennis hebben of met elkaar kennis aan het opbouwen zijn. We zoeken daar studenten vaak bij. En zo komen wij tot projecten met nieuwe ideeën en proberen wij vaak... ja, oplossingen voor dit soort zaken ook te vinden. We zijn met direct tiny housing nog niet in een heel ver stadium. We hebben bijvoorbeeld wel een landschapslodge met een aantal deelnemers gecreëerd. Die ook autarkisch is. Die ook helemaal duurzaam is gemaakt. Die ook gewoon vrijstaand ergens geplaatst kan worden. Ja. Er was hier voor een vraag. Ja, stel hem, spreek wat luid, de microfoon is onderweg. Ja. Volgens mij kan je gewoon stoppen nu. Je begint aan je school om een fulltime baan meestal te hebben, daar ga je voor. En als je dan op een gegeven moment achterkomt dat je in een tiny house zit, dan denk je van ja, heb ik al die jaren... Ja, niks tegen school natuurlijk. Maar daar kan je ook bij nadenken. Nou, wie wil daar wat op zeggen? Wat heb ik eigenlijk nog aan een opleiding als we toch weinig geld nodig hebben later? Ja. Wie? Ja. Eigenlijk is het dan wel mooi, want als je dus in één keer mag nadenken over een opleiding voor welke je gewoon super interessant vindt en er niet om geld gaat, dan word jij waarschijnlijk een stuk gelukkiger. En doe je waarschijnlijk iets waar je per ongeluk dan heel goed in wordt en dan wordt iedereen een stuk gelukkiger. Dat ziet het wel. Nou, dankjewel. En dat lijkt mij een mooie oproep, bijna ter afsluiting. Maar ik zie dat er nog één hele dringende laatste opmerking is. Zou ik daarop in mogen haken? Onze eerstejaarsstudenten bouwkunde, die ontwerpen nu al een tiny house, ieders voor zich. Dus dat movement vanuit onze opleiding ondersteunen we in ieder geval. En je oproep die ik daarnet hoorde, zou daar mooi in mee kunnen gaan. En daarnaast hebben we vanuit Enschede een tiny house werkgroep opgericht, een stuurgroep. En we zouden heel graag willen dat we bij de gemeente Enschede daar een plek voor krijgen. Dus vanuit onze studenten proberen we dat hele movement al een zet te geven. Vanuit Enschede al een zet te geven. Leuk. Ja, dat meld ik toch ook even. Dankjewel Corina. Dat betekent dat het laatste woord over tiny houses en new materials hier absoluut niet gesproken is. Maar we kijken ook naar de klok. En dat betekent dat we toch moeten gaan afronden.
Ik wil Christel, Lena, Mieke, Lode ontzettend bedanken voor jullie bijdrage. Excuus dat ik het steeds wat moest afkappen, maar we wilden juist de rijkheid aan verschillende perspectieven horen. Heel veel dank daarvoor. En ik zou zeggen, laten we een drankje erbij gaan drinken en verder het gesprek voeren met elkaar. Dank jullie wel.